Ik ben al, uh, nou, inmiddels volgens mij 21 jaar uh, leraar. Met heel veel plezier. Nog steeds, steeds opnieuw, steeds meer. Maar ik merk wel dat uh, het lesgeven niet makkelijker wordt. En lesgeven hoeft ook niet per se makkelijker te worden, maar laat ik zeggen onnodig moeilijker en onnodig minder leuk, vaak. En dat heeft heel veel te maken met de manier waarop wij door onze organisatie, door de school, in mijn geval een HBO-instelling, worden gefaciliteerd. De school waarin we lesgeven, het gebouw letterlijk, de organisatie, de institutie. Als je over onderwijs nadenkt, wat is onderwijs? Onderwijs is eigenlijk het systematisch vanuit bepaalde principes overbrengen van kennis en van kunde. Dat is sinds de dagen van Socrates, Plato, Aristoteles en al die mensen in die 2500 jaar daarna onderwijs geweest. Uh, alleen heb ik de indruk dat op dit moment en vaak spelen didactici daar een grote rol bij en ook managers uh, het idee heerst dat a dat overbrengen heel erg uit de tijd is. Hè? Dat is veel te, te ja, moet ik zeggen, autoritair vanuit het eigen gezag redeneren, veel te elitair. Het zit in de Kinderen of de tieners of de twintigers zelf, dat is voor een deel waar, maar voor een deel ook niet. Voor een deel moet je ook juist iets in ze wakker maken. En is het soms een beetje dwingen om iets te doen wat ze misschien niet zelf al direct zouden willen doen? Of interesseren voor iets waar ze niet al zelf interesse voor hebben, wat makkelijk en leuk is. Want dan is het niet altijd: dat is economie niet altijd, dat is politiek niet altijd, dat is statistiek niet altijd. En tegelijkertijd uh, is er, en dat is denk ik al een paar decennia gaande, uh, een idee ontstaan dat kennis niet meer nodig zou zijn. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om uh, een pleidooi te houden en om dat ook in de praktijk te brengen voor kennis. Je kunt niet alles op internet vinden. En om überhaupt op internet of in de echte mensenwereld dingen te vinden, moet je ook weten waar je het moet zoeken en wat de juiste vragen zijn. En daarvoor heb je al kennis nodig. Als je teruggaat naar eigenlijk drie van de godfathers van, uh, van de filosofie en van het uh, rationele denken, hè, Socrates en zijn leerling Plato en zijn leerling Aristoteles, dan leren die drie ons al hele belangrijke lessen als het over kennis gaat. Op de eerste plaats, Socrates leert ons dat um, het belangrijk is om toe te geven wat je niet weet. Ik weet wat ik niet weet. Hè, dat je daarvan bewust bent, ook al denk je veel te weten. En dat je de juiste vragen stelt. En hoe stel je de juiste vragen? Opnieuw zeg ik dan: daar heb je al bepaalde kennis voor nodig. Eh? Anders kan ik alleen maar vragen: hoezo, waarom, leg uit. Ja, dat zijn hele algemene, niet-wetende vragen. Het paradoxale is dat om goede vragen te stellen moet je eigenlijk al iets weten. Plato die leert ons eigenlijk, en dat is toch ook wel belangrijk, dat je eigenlijk alleen maar recht van spreken hebt als je ook al wat weet en als je wat wil weten. Dat je enige basiskennis en dat je zelfs een vorm van wijsheid nodig hebt om mee te praten en om mee te beslissen. Dat vind ik tegenwoordig niet altijd leuk om te horen, want we willen allemaal meepraten, zeker op social media. Maar eerst hebben nagedacht over waarover je praat, dat is heel zinvol. En Aristoteles die trekt dat eigenlijk nog wat verder. En die zegt dat om een goede burger te zijn, om een goed mens te zijn, hè, is het nodig dat je dingen weet. En dat je nadenkt over je weten. En dat je ook een geweten hebt. Hè? Dat je ook een, een idee hebt van goed en kwaad. Nou, dat zijn eigenlijk drie hele belangrijke lessen uh, waar geen enkele moderne didacticus of manager uh, nog iets zinvols tegen heeft gebracht. Je kan wel zeggen van ja, maar studenten zoeken het wel op hè, met Google of uh, via Facebook vinden ze het wel. Maar dat zijn nog geen overtuigende argumenten tegen die lessen die de godvaders ons leren. Uh, misschien is het een grote stap, maar als ik van die drie grote klassieke filosofen naar een collega van me ga, uh, Ruud Hof, hij is inmiddels uh, gepensioneerd. Uh, Weinigen zullen hem kennen als ik hem nu zo noem. Uh, overigens, veel ex-studenten van de school van Journalistiek zullen hem zeker kennen, want als ik ex-studenten van de school tegenkom, in 9 van de 10 gevallen vragen ze mij: maar hoe is het met Ruud Hof? En dan vertellen ze op het jaloersmakende af hè, tegen mij, Oh, die Ruud Hof, dat was de beste docent die ik ooit op de school van journalistiek heb gehad. En het grappige is, ik ben zelf ook student van Ruud Hof geweest. Dertig jaar geleden, in het eerste jaar van de school van journalistiek, had ik college van hem. En Ruud was ook een hele goede docent. Hij wist heel veel, wat natuurlijk cruciaal is voor een goede docent, van in zijn geval het Midden-Oosten. Hij kon fantastisch verhalen vertellen, wat natuurlijk ook heel belangrijk is voor een goede docent. Dat is voor een goede journalist, bijvoorbeeld. En hij had uh, een bepaalde bescheidenheid, een besef van zijn eigen betrekkelijkheid. Uh, dat hij, hij wist weliswaar meer, maar hij was niet meer waard dan zijn studenten. Maar Ruud Hof is gaandeweg ook wel het werk een beetje onmogelijk gemaakt. Omdat de mensen op school gingen denken van ja, dat klassikale lesgeven, dat is uit de tijd. He, en uh, keuzevakken. Dat kunnen we niet meer doen met die huidige grote groepen studenten. Anders volgen ze maar keuzevakjes buiten de school. We hadden ooit wel iets van 30, 40 keuzevakken. Je kon op de school van journalistiek Midden-Oosten van Ruud Hof volgen. Uh, mensenrechten en de media, van mij. Je kon uh, een keuzevak over... Nou, gewoon wat we ter plekke bedachten aan de hand van de actualiteit. Is er vandaag een aanslag, dan doen we morgen een keuzevak over terrorisme. En daar hebben we deskundige mensen over. En dat was echt fantastisch van deze school. Allemaal afgeschaft. Uh, hij kon gewoon twee uur lang een verhaal vertellen. En dan boeide die studenten ook. Nou, twee uur lang een verhaal vertellen, dat mogen we tegenwoordig niet meer, want het is uit de tijd. He? Hij had een werkkamer waar hij kon werken, waar hij met een paar collega's zat en die eigen was, die hun kamer was, waar studenten hen ook wisten te vinden. Dat mag tegenwoordig niet meer, want tegenwoordig moeten we flexibel werken. We hebben geen vaste plekken meer. Dus dat zijn allemaal zaken die Ruud en ik hebben zien veranderen. En toen ik Ruud een maand geleden sprak, zei hij me, en dat was wel even een belangrijk inzicht voor mij weer. Maar ja, wat er met al die veranderingen die vaak eigenlijk altijd van bovenaf worden opgelegd door managers het geval is. Soms zijn het verbeteringen, vaak ook niet. Maar er wordt eigenlijk nooit gevraagd van tevoren aan de mensen op de werkvloer, aan studenten. Van, is dit een probleem? Hebben jullie dit nodig? Is dit ook een oplossing? Geloven jullie in deze veranderingen? In plaats daarvan wordt het iedere keer opgelegd. En dat zien we in andere organisaties, dat zien we in de zorg, dat zien we in de NS, dat zien we bij de overheid, commerciële bedrijven. Maar eigenlijk is het geen logische praktijk en zou het goed zijn als docenten, studenten, andere werknemers hier echt een stem hadden in veranderingen. Waar ik voor zou pleiten in het onderwijs is op de eerste plaats uh, dat we blijven geloven in kennisoverdracht. In het feit dat er een docent staat. die nou eenmaal wat meer weet. en wat meer ervaring heeft. dan de studenten die in de schoolbanken zitten. Dus dan moet je ook goede docenten hebben. en die moet een verhaal kunnen vertellen. en die moet met de studenten gewoon klassicaal, fysiek, live. In contact kunnen gaan, die moeten ze ook dingen kunnen vragen, die moeten van hun ervaringen gebruik maken. Studenten moeten ook van elkaars ervaringen gebruik kunnen maken. Daarom geloof ik nog altijd dat zogenaamd frontaal, klassicaal onderwijs, wat tegenwoordig scheldwoorden zijn in de didactiek, dat dat blijft plaatsvinden. Dat is niet plotseling na 2000 of na 1000 jaar uit de tijd geraakt omdat we nu laptopjes en iPhones hebben. Dat zijn middelen die we ook kunnen gebruiken. Daar ben ik erg voor. Maar uiteindelijk gaat het om mensen die fysiek met elkaar in contact staan, die met elkaar kunnen praten, naar elkaar kunnen luisteren, die elkaar zien. Die echt contact hebben. Daarnaast is het natuurlijk prima om een opname van zo'n college te maken, dat dan later door de student kan worden terugbekeken of dat dan door anderen kan worden bekeken. Dat is alleen maar goed. Ik pleit er ook voor dat de scholen uh, niet alleen werkplekken zijn, maar ook een soort ja, thuisblijven voor de mensen die er werken en voor de studenten die er komen. Dus dat je docenten weet te vinden op een bepaalde plek en dat die docenten met elkaar kunnen praten iedere dag. En dat ze een fotootje kunnen neerzetten van hun kind. Dat zijn en blijven belangrijke dingen. Ik snap heel goed dat flexibel werken, zoals het dan heet, dat is eigenlijk een eufemisme natuurlijk. Dat is een mooi woord voor iets wat niet altijd mooi is. Ik snap heel goed dat het goedkoper is. Dan hoef je minder lokalen te gebruiken, minder kamers te gebruiken. Ja, dat is natuurlijk allemaal goedkoper. Uiteindelijk mag de financiële reden niet voorop staan. Dan moet je daar maar andere oplossingen voor vinden. Dan moet je er maar ergens anders op bezuinigen. Maar mensen hebben een thuisplek nodig, ook waar ze werken. De wisselwerking met studenten, de wisselwerking met collega's, het je thuis voelen op je werkplek. En dat zijn dingen, ja, dat is universeel. Dat zal niet plotseling in 2016 veranderen waar het in 1995 gold en ook in 1960 gold. Dus dat zijn dingen waar ik nog steeds in geloof en waar volgens mij iedere docent en bijna alle studenten ook in geloven.